wat vooraf ging in de vorige aflevering van Ark Survival Evolved. What the hell? Is de penis op de Rex? Nee! Oh, het is Sugoi Watches! Sugoi! Ik ben benieuwd, ik weet niet waar dit heen gaat, maar we hebben een generator en een generator is voor elektriciteit. Dus dit is misschien goed. Gewoon rechts van de deur, zal ik hem daar doen? Doe maar. Ja, doe dat ook meteen. Oh, oké. Okay. Hey, wat cool! Hey, we hebben de Patchy! Daar is die hoor! Yeah, we hebben Patchy! Yeah! Hebben we een staal voor hem? Hey dames en heren, mijn naam is Joost en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Ark Survival Evolved! En we zijn dood. En we kunnen niet op mijn bed spannen. En ik weet niet waarom, want ik joined net de game en... Bla. Dus wij gaan gewoon lekker spawnen op East 1, want dat is heel dicht bij mijn huis, zover ik weet. En dan lopen we wel gewoon een stukje. Ik denk dat ze misschien de bergen zijn hebben verplaatst naar de grote vogeltoren of zo. En we zien daar al in de verte al de toren staan van Silk, die we natuurlijk allemaal kennen en lief hebben. En dan moet hier onze base ergens zijn, volgens mij achter deze berg. Zit de base, dus dat moet helemaal goed komen. En we gaan even kijken hoe het is met onze dino's en de... Wacht, hier moet toch de base zijn? Waarom zit hier een boom? Waar de fuck is de base? Wat? Waar is de base? Dit is de waterleiding, die heb ik hier zelfs neergelegd. Deze waterleiding is voor mij, toch? Dit is mijn waterleiding. Dit is waar de base was! Hier was de deur! Waar is de fucking base? De hele base is weg! De fuck is de base? En mijn tribe members? Waar zijn Emma, Sean, Nathan, Boris, Pascal? Al mijn dino's! Al mijn spullen! Ah, de fucking... Nee. Dit is fucking erg. Dit is fucking... Holy... Fucking hell. Man, ik dacht eindelijk dat ik zo lekker gaande was. Al die spullen die we hadden verzameld. Alles is footsie. En het raarste is ook gewoon dat mijn tribe members ook weg zijn. Maar misschien dat die ook gewoon dood zijn gegaan natuurlijk, net als ik. Ik denk dat het gewoon onze hele base geraid is. Ik denk dat ze gewoon alles hebben weggehaald. Of wat een werk moet dat zijn geweest, zeg. Ik zit nu gewoon na te denken over verdomme de raiders. Ik heb gewoon medelijden met de raiders dat ze veel werk hebben gestoken in het slopen van onze base. Maar ze hebben onze fucking base versloopt. Ik moet niet medelijden met hun hebben, ik moet medelijden met mezelf hebben. Waar de fuck? Weet je hoeveel werk er in die base ging? Oh man, oh man. Een Alpha Raptor. Ga weg, Alpha Raptor. Oh man, als die me opeet, dan ben ik zo dood. Alpha Raptors zijn teringsterk. Ga weg. Kst, Alpha Raptor, kst, ga weg. Maar er is ook helemaal niemand online. What the fuck is er gebeurd op deze server? Weet je wat, ik ga gewoon het bos in. Misschien vind ik wat clues of zo, wie dit gedaan hebben. Misschien vind ik wat bases met naam, weet ik veel, fuck Joost. Of random mensen die hier misschien nog rondlopen, die misschien wat hebben gezien. Waarom zeg maar mijn base weg is. Want dit is echt heel vreemd. Godsamme man, al dat werk is allemaal weg. Fucking hell. Oh, ik loop nu al zo lang hier rond dit in fucking bos. En het is nu inmiddels alweer nacht geworden. Maar ik denk dat ik nu gewoon beter terug kan gaan. Ah, terug kan gaan naar de oude base waar we gewoon aan het werk waren. Althans, er is nu helemaal niks meer. Dus ik moet wel gewoon iets doen om in ieder geval weer een soort van oude kleine basis op te bouwen. Zoals nu eventjes gewoon een besje geplukt. Maar ik heb echt koppijn. Alsof er wat gebeurd is in dat bos. Ik weet niet. Het blijkt al een of andere magisch bos te zijn. Want de vorige keer met Dorn, die kwam hier ook ineens uit het bos. Dus ik weet niet precies wat er met het bos aan de hand is. Dus ik ga maar gewoon weer weg. En ik zie wel wat daar van komt. Want ik krijg er echt gewoon koppijn van deze plek. Hé, wat de hel? Ik zie groen. Ik zie Barend. En hold on. Barend en Boris, iedereen was dood. Alle dino's waren dood, right? Wat is dit? Yo, dat is Boris. Hallo, Boris. Hallo. Waar de fuck was je? Waar was jij? Gast, ik was hier net. Alles was weg. Alle dino's waren dood. De beest was weg. Jij was weg. Iedereen was weg. De beest is daar. Ik ben hier. De dino is ook hier. Wacht, dit moet ik zien met mijn eigen ogen. Dat is de beest, ja, maar... Het is zo leeg hier, oh. Er zijn helemaal geen huisjes, maar what the fuck? De base is er wel. Ik zie Herben, ik zie Pichu, en dit is de Dino Gate. What the fuck? Alles... Jullie zagen net, ik zweer het, jullie zagen net dat alles weg was. Hallo. What the hell? Ik was hier net, echt een paar minuten geleden, en alles was weg. En nou kom ik hier terug, en nu is alles er weer. What the fuck? Ja, we hadden gezien dat, zeg maar, alles was gereden en al dat nonsens. Dus we hebben gewoon alles herbouwd en... Zo gloednieuw mogelijk gemaakt. Alles herbouwd. Alles is gewoon dus weer terug. What the fuck? Ik ben niet eens 10 minuten Wacht. Sean. Ja, we hebben alles opgebouwd en we zijn hier al wel een tijdje. Maar hoe vind je het? Maar alles
opgebouwd. Ik ben letterlijk 2 minuutjes weg geweest. Wat is er in dat bos gebeurd? Dit kan je niet bouwen in 2 minuten tijd. Parallel universe. We zitten in een ander universum. Je wilde zeggen dat ik in een ander universum zit. Weet je, het verklaart wel een hoop, want ik liep hier rond en er staan allemaal bomen en alle andere huisjes zijn allemaal weg. En Hiro is ook niet helemaal alles precies meer zoals het oorspronkelijk was. Ja, kom eens mee. Oké, ik ga wel mee. Ik weet niet wat John allemaal al verteld heeft. Wacht, John. Ik heb jou verteld over mijn oude base. Oude base, ja, had je verteld? Ja. Want jij kwam mij oorspronkelijk hierheen brengen, toen liet je mij jouw oude base zien. Ja, moet je kijken. Er is alleen nog maar een bos, zover ik het zie. Ja, dit hoorde mijn base te zijn. In dit universum heeft jouw base nooit bestaan. Dat denk ik. What the fuck? Dit is zo ja, raar. Ik ben er wel. Ja, inderdaad. Maar jij zit natuurlijk in onze tribe. Het lijkt wel alsof alleen onze tribe hier is gekomen. In deze plek. Maar alles is hetzelfde. Alleen een paar jaar eerder of zo. Ja, ik heb... Ik weet niet. Misschien zijn we wel naar het verleden gegaan of zo. Misschien zijn we terug in de tijd gegaan met onze hele basis. Alleen althans een deel van de basis. En dat iedereen hier nog niet is. Dat zal een goede verklaring kunnen zijn. Oké, even alles op een rijtje zetten. Ik spawn hier. Ik wil lekker aan de slag gaan. Ik kom er dus gewoon achter dat de hele basis weggaat. Ik loop vervolgens het bos in. Reis een paar jaar terug in de tijd. Kom terug. Jullie zijn er allemaal weer. Jullie weten van niks. Maar de rest is allemaal weg. Dat klinkt logisch. Maar ik bedoel, wat gebeurde er precies in het bos? Ben je gewoon... Ja. Ik weet het niet, ik liep erin en er was een lichtflits en ik had ineens hoofdpijn. Dat is het enige wat ik nog kan herinneren. En zo liep je er weer uit. Gewoon precies dezelfde route waar je erin ging. Nou ja, het was donker, dus ik denk, ja, ik ga maar alvast beginnen aan een nieuw huisje of zo om de nachten door te brengen. Toen zag ik ineens de basis staan. Oh ja, we hebben best wel veel licht, ja. Ja. Maar ja, oké, aan de ene kant wel top dan, want dat betekent dus dat de basis er gewoon al die tijd nog is. En dat we maar gewoon hier ook mee verder moeten gaan, denk ik. Dat lijkt me wel een slim plan, ja. Nou jongens, blijkbaar is dus de basis er nog steeds zonder fucking reason. Het is echt raar. Terug in de tijd gaan, andere dimensie. Ik weet het niet. Wat denk jij dat er gebeurd is? Laat het weten in de reacties beneden, jongens. Maar what the fuck? We zien zo te zien, zijn de meeste van onze dino's er nog? Of alles? Sommigen zien er iets anders uit, zoals Sonic is blauw in dit universum. Wat op zich wel cool is, want Sonic is ook blauw. En we hebben Joker is nog steeds hetzelfde. Dat is wel goed. Maar Thomas is weer terug. Thomas was heel lang geleden al weggegaan, dus dat is interessant. En Linkpoes is nog niet geverfd. Het is apart. Ik moet eventjes wennen aan het feit dat we weer terug zijn in de oude base. Maar dan wel in een nieuw universum. Ik ga dat wel gewoon doen terwijl we deze aflevering spelen. Want we moeten namelijk gewoon dingen doen. Want wat ik eigenlijk oorspronkelijk wilde doen in de aflevering zelf, voordat ik in dit nieuwe fucking universum kwam, is ik wilde een haai temmen. Een fucking haai. Ja, dat is zo dope. Ik wil al een tijdje een haai hebben. Dus ik denk, ja, we gaan die haai temmen. Dat gaan we doen. En wat we ook willen doen is gewoon een klein onderdak maken voor al deze dinosaurus, want er zijn tering veel dino's hier al. En die hebben gewoon eventjes een plekje nodig waar ze lekker kunnen schuilen voor de regen. En ook veilig staan voor alle kwaadaardige mensen die hier al in dit universum rondlopen. Want een nieuw universum dus. Ik heb geen idee wie hier zijn. Wat voor mensen hier rondlopen. Want misschien vertrouw ik ze, misschien kan ik ze niet vertrouwen. Ik heb geen idee wie het zijn. Dus dat moeten we allemaal nog uitvinden. Maar voorlopig moeten we het doen hier al in onze basis. En ik denk dat we maar eerst gaan beginnen met die haai. Dus ik ga eventjes de mensen bijeenroepen. Jongens, kom eens even allemaal bijeen. Wat is er aan de hand? We zitten hier dus nu en ik denk dat we het maar mee moeten doen. Maar wat ik dus eigenlijk oorspronkelijk wilde doen is een fucking haai temmen. Dus wie van jullie wilt zich vrijwillig stellen om samen met mij een haaitje te gaan zoeken? Ik ben bang voor haaien. Ik wil wel. Jee! Ik ben kapitein van de boot. Wow, hebben we al een boot? Ik heb mijn partyboot. Wow, dat wist ik niet dat wij een boot hadden. Holy shit, laat je boot zien. Ik wil nu eens een boot zien ook. Boot is bij de kust. Nice. Oh, lol! We hebben een fucking boot. Wat is dit dan? De Titanic. Mooie naam. Ik wist helemaal niet dat we een boot hadden. Ah, ik ben aan boord van de boot. Oké, maar voor zover ik zie zit hier een deurtje of zo. Dus die kan ik openmaken. Er zit hier gewoon een fucking huis in. Er zit een huis op een boot. Het is gewoon een woonboot. Maar auw, dat is wel geweldig. Op de Titanic, eigendom van Boris en Corpen heet het. Het is wel een mooie boot. Is die ook zo stabiel als de Titanic? Want dan wil ik hier niet op varen. Hij is nog instabieler. Nog instabieler, dat klinkt toppie. Kijk guys, we hebben alles verzameld wat we nodig hebben. Althans, ik heb in mijn inventory op dit moment 35 narcotics. Maar daar hebben we nog wat meer nu nog van die binnen in de base liggen. Dus die moet ik nog even pakken. En we hebben 70 Frank Arrows, dus laten we een haaitje neerhalen. We gaan op avontuur jongens met de Titanic. En dan gaan we op zoek naar een fucking Megalodon, oftewel een haai. Ja. En dan gaan we die haai temmen. Want ik heb zin om een haai te hebben, dat is fucking braas. Ik zal hem eventjes... Oké, wachten tot Boris aan boord komt. Ah, daar is Boris. Kapitein, ahoy. Ja.
Oké, jongens, volgens mij zien we daar een haaitje in de verte. Je ziet daar een beetje een schimmetje, als dat een haai is. Ik zwem nu even met Nathan mee. Dan moeten we die naar de kust lokken, om hem uiteindelijk daar te kunnen killen. Maar we moeten eens zien of het een haai is, want jij hebt ook dolfijn in deze game. Waar ik geen fuck aan heb. Ja, dat is zeker een haai. Dat is zeker een haai. Boris. Ja, het is een haaitje. Kom erop. Shit, die is groot. Het is één groot haaitje. Holy shit. Hij is groen. Oké, okay, je moet hem wel lokken, Nathan, want dan gaat hij weg. Ja, ik moet stamina hebben. Nathan lokt hem naar de kust toe. Nathan naar de kust. Oké, daar gaat hij. Damn. Dat is één grote haai. Oké, battlemuziek begint. Oké, gelukkig, want Nathan heeft iets van 600 health of zo, dus die kan bijna niet dood. Daarom laten we hem, zeg maar, het lokwerk doen. Je kan er een beetje op gaan schieten, toch? Normaal wel. Zolang dat je hem niet bewusteloos maakt. Je ziet alvast een beetje tranquilizer arrows op hem. Zodat hij alvast een beetje zijn torp omhoog gaat. Zwemmen, Nathan! Naar de kust. Oké, is oog. Oké, kom op, bitch. Kom op, papa. Oké, dat was Nathan. Nathan is rip. Rip, Nathan. Kom maar in je fucking fin. Hij is down. Hij is down. Nice. Oké, dat is een goed teken. Gewoon snel al mijn narcotics in hem. Oké, nou moeten we vlees gaan zoeken. Oké, guys, de haai is neer. Dit is een fucking goed teken. Dat betekent dat we deze weg kunnen doen. We hebben nog best wel veel tranquilizer arrows over. En dan ga ik gelijk eventjes op zoek naar die primey. Door gewoon stego's te killen en brontos te killen. En dan gaan we dit ding motherfucking tamen. Oh mijn god, jongens, een haai. Fucking doof, jongen, een haai. Ah, super vet. Hey, iemand is hier al flink bezig, denk je zo te zien? Ik zie daar een zwevend ei. Ik ben benieuwd wat hij aan het doen is. Volgens mij is hij al bezig met de dino cage, maar dat gaan we vanzelf wel zien. Oké, guys, de haai is bijna klaar. Dus ik ga nu eventjes kijken bij Boris. Die heeft er de hele tijd bij gezeten met Titanic. En we gaan even kijken hoe ver het is. Boris! Ja? Hoe ver is die? Hij is bijna klaar. Oh ja, ik zie het al. Nog één streepje. Nice. Nog twee primers erin. Dus ik denk dat die zo meteen tot leeg gaat komen. En dan hebben wij een level 12 met hoeveel taming effectiveness. Plus 4 levels. Dus een level 16 high. Not bad at all. Dus die gaan we zo meteen eventjes lekker levelen. En natuurlijk een soundje voor maken. Zodat wij erop kunnen zwemmen. Wat eigenlijk al helemaal fucking vet is. Want ik wil op een fucking high zitten. Dat is echt zo cool. Come to papa. Ja hoor. Megalodon. Nice. We got it. Dus even kijken. Change name. En de naam is Bob. Jongens, wat vinden jullie van Bob de high? Bob de Haai. Wat een naam. Die is heel nastig, beste naam ooit. Bob de Haai. Nathan, jij bent de zadelman. En ik wil graag een zadeltje voor onze Bob hebben. Wat hebben we daar allemaal voor nodig? Stone. Steen. Heel veel steen? Ja, best wel, ja. Oké, okay, nou dan ga ik steen zoeken. Ik heb net iets van 4, 5, 600 steen verzameld. En Nathan heeft alle engrams geunlocked voor elke zadel die hij tot nu toe kan unlocken. Dus hij is echt, zeg maar, onze zadelman. Dus als we een zadel nodig hebben, dan gaan we altijd naar Nathan. Wow, dat ding is echt snel. Ik had hem met Roxanne, ik schrok met de tering. Maar dan gaan we altijd naar Nathan toe. Maar hij heeft dus het haaienzadel nu gemaakt. We hadden echt heel veel spullen daarvoor nodig, maar hij zegt dat het compleet is. Dus ik ben benieuwd hoe het is om een fucking haai te gaan rijden. Gooi hem erop, knul. Geef ons een haaienzadel. Oh man, oh ja hoor. Lekker maar lekker stap 1, toch? Ja hoor. Njum. Dit is zo cool. Njum. Wat, dit is vet. Holy shit. Kijk me gaan. Oké, oh, ik ga denk dood nu. Dat is lekker, want onze haai die heeft stamina's op. Dus hopelijk red ik het nog om naar boven te komen. Oh crap, dit is niet goed. Zwem, mijn haai. Zwem, mijn haai. Oh, Jesus Christ, damn. Oh, ik dacht eventjes dat ik naar dood zou gaan. Nou, dat was niet heel goed uitgekomen als ik naar dood zou gaan. Dus ik ga snel weer naar de kant. Yo, ik was echt bijna dood, houden. Holy shit. Nathan, ga jij eens voor een testrondje, jongen. Kijk, dan kan hij ook eventjes zwemmen met de haai. Njoem. En dan gaat hij. Doei, Nathan. Die is verdwenen in de abyss van het water. Maar oké, dus als we in de toekomst een silica pearls nodig hebben op olie, dan kunnen we, zeg maar, in plaats van die stomme Tia bites aan te vallen, kunnen we ook onder water met Bob. En dat is wel super handig. Oké, het wordt alweer nacht, zie ik. En ik pak eventjes mijn torch erbij. En we gaan eventjes kijken hoe ver Sean nou wel niet is met het maken van onze goede dino base. Want daar waren we natuurlijk ook weer mee bezig. We zijn bezig met het maken van een opslaghok voor onze dino's. En dat was hier. Dat ziet op zich wel netjes uit. En ik denk dat ik daar gewoon weer lekker mee aan de slag ga. Gaan kijken of we dit ook nog af kunnen maken, guys. Dat zou misschien wel awesome zijn.
Yo gasten, oh, we zijn de hele fucking dag bezig geweest. De hele avond bezig geweest om stenen en hout te hakken. Omdat we dus die fucking beest wilden afmaken. Ik had tegen jullie gezegd, ik ga die beest afmaken in deze aflevering. En voor jullie lijkt het misschien 2 minuutjes, maar we zijn er echt heel lang mee bezig geweest. En we moeten nu de laatste 2 stone ceilings maken. En we hebben precies genoeg resources om die te maken. En dan kunnen we eindelijk de beest afronden, jongens. Jezus, we zijn hier lang mee bezig geweest. Dus ik zal nu eventjes alles terugleggen. We hebben nog heel veel hout, zoals jullie zien. Maar dat maakt niet uit, want wij gaan naar de beest toe. En dan zou je denken van, Joost, waarom klim je dan hier door de ladder omhoog? Nou jongens, we hebben de beest zeg maar zo vastgemaakt aan de binnenste beest. En dat moet nog dicht, dus oké, maar het is tijd om de laatste 2 te plaatsen. En dan is die beest af en die zijn hier ook. Dus dan gaan we jongens, hopelijk misklik ik niet. Weer dat is, klik, en laatste, en klik. Yeah, hij is af. Tadadad. Zoals jullie zien, het is echt fucking huge hier. En we hebben hier een ramp en dan kunnen we even van buiten kijken. Ik pak eventjes onze Roxanne, die is sterk snel. Dan kunnen we even van buiten bekijken hoe dit eruit ziet. Dit is onze nieuwe dino-opslag, jongens. Hier kunnen we onze dino's in bewaren. Veilig voor mensen die dat willen stelen. En die zit vast aan onze toren, dus dat is best wel awesome. Alleen de dino's die zeg maar gestolen kunnen worden door op te pakken met zo'n grote bad boy, die zetten we daar binnen neer. Dus dat zijn voornamelijk de raptors. Nou, dat is Sean nu aan het doen. En dat zijn eigenlijk alle dino's die er gewoon niet opgepakt kunnen worden. En dat is volgens mij nu al zo ver. Hij zet nu de raptors erin. Dat ziet er best wel cool uit. Heel groepje raptors die er zo ingaat. En dan doen we de deur dicht. Zo. Nice. Alles staat binnen. Dat is best wel cool. En nu kunnen we hier eigenlijk alle dino's gewoon kwijt. En dat is gewoon super baas. Zoals je ziet, we hebben alles hier staan. Zoals jullie zien dus jongens, we hebben dus nu een vogelkooi en een dino-opslag. Zodat onze base eigenlijk gewoon veilig is van alles. En de T-Rexes, die kunnen ze niet optillen. Dus dat is het mooie. Dus we zetten onze PTE eventjes hier neer. Zo. En Thomas en de vogel staan ook hier. Kijk, nu kunnen we ook trouwens zo eraf springen. Dat is wel handig. Dat is wel heel handig. En dan kunnen we ze op die ramp vallen misschien. Oké, dat doet nog wel een beetje damage. Maar dat maakt niet uit. En zo, there we go. Mega Pidgeot is ook geparkeerd in de opslag. Dan zit ik wel even zo neer. Ik weet niet waarom ik hem zo neerzet, maar... Yeah, look at this shit. 3 fucking vogels op een rijtje. Super cool. En dan zijn we hier in de kooi. Kunnen iedereen wel trusten wensen. Iedereen heeft in range, is in range van de voederbak. Yes, dus dat betekent dat ze allemaal kunnen eten. En dat is goed. En dan licht laten we gewoon lekker aanstaan voor 's avonds. Anders kunnen we geen fuck zien. En dan zijn we hier. En dan zeg ik ook doei tegen Sean. Want dan gaan we afsluiten. Tot later, sappige kijkertjes. Dat zegt Sean. En dan bedank ik jullie voor het kijken naar deze aflevering van Ark Survival. Het is nu tering laat in de avond, dus ik ga snel slapen dat mijn ouders gek voor me worden. Doe een blauw duimpje omhoog en dan zeg ik later. Ja, kusjes Joost staat er nu. Zo jongens, de rug is heel mooi. Oké, kijk Joost. Oh my god.